Yo gasten, tof dat jullie allemaal kijken naar een nieuwe video op dit kanaal. Vandaag gaan we even iets anders doen. Vandaag geen PES of FIFA. Vandaag NBA 2K19 en we gaan de Los Angeles Lakers rebuilden. Let's go! Oké, we zijn hier bij het begin. We hebben de Los Angeles Lakers en we gaan dus rebuilden. Nou, dat betekent dat niet dat we het hele team daadwerkelijk op gaan blazen en iedereen wegdoen. Nee, we gaan eigenlijk vooral bouwen rondom onze leider hier, Mr. James, Mr. LeBron Bron. Hij wordt nog wel een beetje de key piece, want hij is wel verreweg onze beste speler, ook is hij 33. Maar... ja, we hebben niet veel trade assets en gek genoeg, de Lakers halen in 2K19 vaak best wel de playoffs met het team. Als je simuleert wat ik ga doen. Dus ik moet even kijken wat ik ga doen, want ik zal trades moeten maken. Misschien dat ik Ingram ga traden. Lonzo wil ik eigenlijk wel houden. Misschien dat Kuzma ga traden, want hij is wel 23. Niet dat hij zo oud is, maar... ik moet even kijken wat ik ga doen. Want we willen natuurlijk ook cap space hebben. Dus daar moet ik rekening mee houden. Dus genoeg te doen, genoeg te sleutelen. Laten we gaan beginnen. We willen in ieder geval... dit eerste seizoen is een beetje een spek en bonus seizoen. Aan de ene kant zou ik best misschien al meteen een run willen halen, maar dat is moeilijk. Aan de andere kant wil ik ook wel een draft pick. Ik ga eerst maar gewoon de minuten indelen. En dit staat op zich al wel redelijk goed. Lonzo 33. Ingram 33. Ja, dat kan wel. Kuzma 35, 36. Dit staat wel redelijk oké. Dus daar hoef ik niet echt per se aan te sleutelen. Maar ik moet wel gaan traden. Ik moet gewoon gaan traden. Om een wat beter team te krijgen. Nou, ik ben heel erg aan het twijfelen met wat ik wel en niet zou doen. Ik ga voor deze trade hier... we halen Vucevic binnen. We moeten Ingram opgeven, maar Ingram zou hier bij ons toch niet meer zijn potentie uithalen met LeBron James voor hem. Helaas moeten we ook een draft pick gaan opgeven. Ben ik bang. Ze willen een counter offer. Dan hebben we... waarom zou ik hem willen, joh? Gaan we niet doen. Maar dit is dus waar we Ingram voor gaan opgeven. Vucevic... Kuzma houden we nog even. Die past beter in de rotatie voor het moment. Pope gaat er dus wel van door. Maar we halen Terrence Ross ervoor terug. Dus dat is wat chill. Dat is wel een goede speler op zich. En we moeten een pick opgeven. Maar het is wat het is. Hopelijk gaat dit ons team goed verbeteren. Ik wil eigenlijk gewoon direct voor die playoffs gaan. En niet, niet eerst een seizoen tank of zo. Dus we zien wel hoe het gaat lopen. Dit is de trade die we gaan maken. De eerste trade. Brandon Ingram, sorry. Vucevic, welkom. Nou, next up is deze trade. Stelt in ieder geval voor. Bonga en Williams voor Williams en Johnson. Ik heb bijna geen small forwards meer. Alleen maar Lance Stevenson achter James. Dus dit... en ik heb genoeg point guards en centers. Dus dit brengt mijn selectie wat meer in balans. Dus dat is eigenlijk de enige reden dat ik het doe. Oké, super kuts gaande hier. Ik zit bij mijn contract extensions te kijken. En Vucevic gaat de free agency in. Ik wist dat zijn contract aflopend was. Maar ik had verwacht dat ik hem wel om zou krijgen met een startende rol. Op een soort van championship contending team. Maar dat is dus niet het geval. Nou twijfel ik of ik hem weer zal moven of niet. Ik ga even door de offers kijken. Ik wil wel zo'nzelfde center eigenlijk terug. Eentje die de floor kan spacen. Want dat past gewoon bij Mr. James. Nou dit. Dit is interessant. We hebben een Victor Oladipo. Iets minder goed dan Vucevic. Qua overall. Maar zeker wel een goede speler. Sabonis. Is een center die de floor kan spacen. Dat zien we hier al. Dus dit is de trade die ik ga onthouden. Ik ga even kijken wat er nog meer in zit. Ik denk dat ik dit gewoon ga doen. Victor Oladipo en Sabonis. Dan hebben we alsnog gewoon een goede start in de center. Oladipo zit gewoon op een 3-jaar deal. Zal een goede scoring punch zijn. Dat sowieso. Hij kan goed scoren. Dus neemt wat load weg van James. Dan hebben we nog in ieder geval Terrence Ross. Ik heb alleen niet een goede small forward, maar daar kan ik Terrence Ross misschien wel voor traden. Of George Hart natuurlijk.
Mooi, even kijken. Maar dit gaan we in ieder geval doen. Dus accepteer. Doe maar gewoon je... Boom. En dan hebben we weer een trade erbij. Dan zien we hier George Hart en Mike Muscala naar de Timberwolves voor Robert Covington, een 3&D player. Dus dat is nooit verkeerd. Nooit verkeerd. Dat pak ik graag op als backup achter James. Want we hebben Stevenson weggedaan en dat was onze enige wissel op de small forward positie. Dus we hadden hem nodig. George Hart gaat er vandoor, maar we hebben nu dus Victor Oladipo en we hebben Terrence Ross nog die daar kan staan. Dus dat is geen probleem. Dit is de volgende trade die we gaan maken. Oké, onze line-up ziet er nu als volgt uit. Lonzo Ball, Victor Oladipo, LeBron James, Kyle Kuzma en Sabonis. Dus dat is netjes. Ik moet hier nu wel wat... We hebben natuurlijk dus geen Vucevic meer. Victor Oladipo wordt nu duidelijk de tweede scoring option. Nou, dan is het onderhand All-Star Weekend. LeBron James is er natuurlijk wel gewoon bij. Is een All-Star. Vucevic ook. Godver, we hebben hem net weggetreed. Lekker. Ik zie geen Oladipo. Nou ja, maakt niet uit. We hebben in ieder geval James nog. Oké, we hebben alle wedstrijden gespeeld. Hier komen de prijzen aan. De Season Award. Steph Curry's MVP. Rookie of the Year. Trae Young. Sixth Man. Serge Ibaka. Draymond Green is weer Defensive Player of the Year. Had ik niet zo graag verwacht eigenlijk. Jokic is Most Improved Player. En Steve Kerr is Coach of the Year. Maar ja, we hebben het ook niet zo moeilijk daar met zo'n sterrenteam. LeBron James, All-NBA First. Hebben we nog meer spelers hierin zitten? Nee, het lijkt een... Oh, Victor Oladipo. Defensive First Team, lekker. En LeBron ook in Defensive Second Team. Dus dat is mooi. We zitten in de playoffs, halleluja. We hadden de 7th seed. Dus we zitten erin. Onze eerste loting is tegen de Rockets, though. Ik hoop gewoon dat we kunnen verbazen. Ik verwacht geen ring in één seizoen, maar ik hoop dat we kunnen verbazen. We gaan in ieder geval gewoon wedstrijd voor wedstrijd gaan we hier simmen. Dit gaat misschien wel een sweep worden. Joh. Waarom nou weer de Rockets, kerel? Uit alle tegenstanders. Oh, we trekken de stand gelijk. We trekken de stand gelijk. Kunnen we voor een upset zorgen misschien? Daar is de 2-1 voor de Rockets. Dit wordt 3-1 waarschijnlijk, ja. Ah, dit wordt hem niet. Dit wordt hem niet. We're done! 4-1 eruit. Die ene vroege win gaf me even valse hoop. Nou, de Warriors hebben 4-0 gewonnen. Gesweept in de finale tegen de Pacers. Lekker. Warriors zijn dus weer champions. Die hebben de three-peat gemaakt. Wij gaan door naar het volgende seizoen. Retirements boeit even ons niet. Dit boeit ook niet. League meetings. Reject. En dat is goed. Wat ook in het echt is gebeurd, gaan we hier ook doen. Sorry, Luke. Helaas. En ja, er zijn niet echt goede coaches beschikbaar. Dat is echt kut. Dat is echt heel kut. Ik zit te denken gewoon YOLO. Hel, we gaan een keertje Popovic aantrekken. Gewoon dat kan. Het is wel een van de beste coaches die er is. Dus let's try. En we geven hem als assistent. Deze guy. Dit is legit best wel een goede assistant. En hem heb ik vaker gehad. En ik heb besloten voor Bol Bol te gaan. Bol Bol, kom maar naar deze draft. Hopelijk past zijn defense goed in de stijl van Pop. Daarvoor heb ik hem gekozen. Bol Bol, welkom bij de Lakers. Geen verkeerde rookie. Helemaal niet op die pick. Pick 21. I'm good. Kom erbij. Team player options. Kuzma, Sabonis, Lonzo Ball, Jones, Reynolds. Oké. Hij komt niet terug. Jou hoef ik ook niet per se. Jou ook niet. Alleen deze drie eigenlijk is waar ik voor wil gaan. Dus die drie halen we terug. Durant declined. Kyrie Irving declined. Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoeveel cap space wij gaan hebben. Wij gaan een kleine 10 mil aan cap space hebben. Dat is niet grandioos veel. Maar zoals ik al zei, Kuzma past niet erg bij de speelstijl van dit team. Ik ga kijken of ik daar iets anders voor kan vinden. Hier is een trade die ik ga doen om even gewoon Moritz Wagner te lozen. Second round pick voor de Orlando Magic, hun first pick. Vind ik prima. Dus dat gaan we doen. Oké, ik heb twee signings hier erbij staan. Ik ga eerst even dit allemaal gerenounced. Dat is mooi. Dat zijn Danny Green en Al-Farouq Aminu. Die passen gewoon in het systeem.
kunnen nog mee. Danny Green is enigszins oud. Ik hoop dat hij niet te hard gaat zakken. Want dat zou een beetje zonde zijn. Dus hoop op het beste daar. Het nadeel is, ik kan Terrence Ross denk ik niet terughalen. Hij heeft nog geen offers. Ik hou dat wel in de gaten. En ik zou aan de ene kant Austin Rivers willen halen als backup point guard. Maar ook dat weet ik niet of dat gaat lukken überhaupt. Danny Green, Austin Rivers. Oké, we hebben ze tot nu toe alle drie gesigned. Dat is prachtig. Agree. You do not have... Oh mijn god, dat bedoel ik. Dat bedoel ik. Maar we hebben wel Austin Rivers. Dat is, we hebben wel een decent point guard nodig achter Lonzo. Die niet hard groeit tot nu. Het is een beetje jammer. Balen van Danny Green. Dat zou echt gewoon, dat zou onze selectie wel afmaken. Want ik ben tevreden met alles wat we hebben qua... Tony Allen is die past erbij. Maar steenhoud. Terrence Ross staat er nog steeds bij. Maar waarom Green dan niet? Dat snap ik dan niet helemaal. Green is cheaper dan Ross, maar Green kan ik niet betalen en Ross om een of andere gekke reden kan ik dan wel. Dus laten we maar gewoon voor Terrence Ross gaan daar. Dat is nou zo'n een trade piece. Laten we eens kijken of we voor hem iets kunnen vangen. Oké, we hebben een trade inderdaad met Ross. En geen idee wat de Hornets willen. Deze trade is voor ons namelijk... Serieus, best wel goed. Malik Monk en Michael Kidd-Gilchrist zijn niet topspelers. Maar goed, het zijn Ross en Alvarez Amino ook niet. Maar ze zijn wel beide jonger. Ik ga even kijken of er misschien nog ergens een beter dealtje in verschuil ligt. Dit is ook niet verkeerd. Buddy Hield. Zeker niet verkeerd. Malik Monk of Hield. Ja, nou moeten we keuzes gaan maken. Hoe staan hun contracten ervoor? Hij heeft nog... Hij is in zijn laatste jaar. Dan is Malik Monk misschien wel even de betere keuze voor nu. Ja, over het algemeen... denk ik dat we met die trade wel winnen. Dus de Rockets... Want ze hoeven er ook gewoon niks bij, geloof ik. Geen extra pick of zo. En wij worden er wel jonger op. Dus let's do this. Goed, ons team is compleet. Dan gaan we nu trainingcamps uitdelen. En ik ga vooral untapped potentials uitdelen aan de mannen die dat nodig hebben. En ik vermoed dat Lonzo dat ook wel bij kan gebruiken. Jazeker. Lonzo is nu aan potential. Dat is hartstikke mooi. Dan gaan we de volgende geven aan... misschien aan Bol Bol wel gewoon. Dat zou goed kunnen. Sabonis is ook nog een optie. En hoe zit het met Siakam? Ja, aan beide. Hup. En dus aan Sabonis. Maar dat is wel onze center guy die start momenteel. En die heeft nu Amin potential. Kan nog wel beter. Kan nog beter. Oké, het is weer trade tijd. Ik ga traden voor Mo Bamba. Je zal misschien denken waarom en waarom doe je Sabonis weg. Mo Bamba is de wat betere verdediger. Dat zie je ook aan de badges. Hij heeft helemaal geen defensive badges. Hij heeft chase down artist. Hij heeft hier rim protector. Hij kan 3 punten schieten misschien iets minder goed. Maar hij past beter in het systeem van onze coach. Ik ben alleen niet echt blij dat ik mijn picks moet opgeven. Die wil ik daar wegzetten. Dit vind ik prima. Nee. Dan doen we het zo. Oh mijn god, waarom willen ze altijd zoveel shit van je? Ze vliezen je altijd zo hard, jongen. Ik krijg dus... zien. Ja, dit moet ik opgeven. Dit gaat naar Orlando. Hun eigen draft pick nemen ze terug. Ik neem de top 5 protected van hun. Whatever. Het is niet dat ik een keuze heb. Ik weet, whatever. Mo Bamba komt erbij. Dit hele gedoe loopt weer mis tegen het eind van het seizoen. Fucking Malik Monk is al out of nowhere geblesseerd geraakt. Mijn enige shooting guard is Kyle Korver nog. En hij heeft geen defense. Jongens, dit gaat niet goed. Oh, ik durf niet te zeggen of we de playoffs ingaan als we niet een paar winsten bij snoepen. Een winning record betekent in de West niet garantie aan playoffs. In de East wel, maar in de West niet.
Ik denk het wel dat 45 minuten wel genoeg is. 45 is best veel. Nou, Zion, Rookie of the Year. Niks bijzonders hier. Chris Middleton, Billy Donovan. Oké, de Thunder zijn wezen Harry schoppen. LeBron is niet eens meer... Oh, wat de hel. Soms is dit menu zo... Dit menu is ook zo glitchy als fuck. Dan druk je één keer R2 in om naar de volgende te gaan. En dan skipt die 3 pagina's. Goed, maar hier. LeBron is dus al NBA third team. Die is lekker gezakt. Nou, we hebben niemand in all NBA first. Of defensive first bedoel ik. En ook niet in defensive second. Dat is super kut. En we zijn 5e geworden. Oké, okay, dat is nog best netjes. Hoger dan ik had verwacht. 4e tegen Phoenix Suns. Oh ja, Oladipo. Hij is terug. En of we hem nodig hebben. Kom gauw terug naar mijn team. Oké, hopelijk gaat dit team het doen voor ons in de playoffs. Ik verwacht het niet. Daar is de eerste loss. Oké, Malik Monk is ook terug. Dat is wel goeie. Had je idee? Hopelijk gaat Malik Monk positieve invloed brengen. We staan 1-2-0 achter. 2-1. Kom op. 3-1. Oh, dit team is zo verdomd moeilijk. 3-2, maar we gaan het niet halen. 3-3. Misschien de upset in ronde 1. Oh! Boah, dat ik zo blij kan zijn met de progressie. Thunder is next. Wie is zo lekker bezig? LeBron en Pascal Siakam carryen de load. Oh, we zijn door naar ronde 2. Dit zou echt... dat is een nieuwe progressie. We hebben een ronde overleefd, maar we moeten nu tegen de first seed. We moeten nu tegen de first... Ja, het is zonde. Dit is zonde. Er is een reden dat die gasten zo'n record hadden... waar Billy Donovan coach of the year is geworden. Dit is kansloos. Dit is echt kans. 61-21, maatje. Doe gezond. Ik heb nog 1 seizoen om een ring te winnen. Een ring voor de king. Maar ik moet mijn best doen. Oké, we hebben dus onze draft pick. We gaan gewoon direct naar kijken wat er beschikbaar is eigenlijk. Een beetje hopen dat er iets moois voor ons is. We krijgen allemaal offers. Die gaan we wel eventjes checken. Merritt Pitch. Jordan Clarkson. Lou Will. Jeremy Lamb. Justice Winslow. Not bad. Hoe is ons roster eigenlijk? Dat kan je niet zien nu. Bah. Hier kan je het alsnog wel een beetje zien. We hebben geen extra point guard. We hebben Covington nog als backup. Dus dat is niet echt nodig. Om nog eens backup achter Covington te regelen voor James. Maar ik ben wel benieuwd of er andere goede backup te vinden is voor de... Of de power forward, of de shooting guard. Of de... Shooting guard, dat zeg ik wel. Ja. Malik Monk heeft team option trouwens. Nou, misschien point guard dan. Of inderdaad de power forward. Alright, ik heb een trade gevonden die ik op zich best oké vind. Ik haal dat weg en misschien kan ik nog gewoon een eigen pick van de Mavericks erbij los aanhalen. Dat kan dus niet... Oh damn, en hebben ook al hun picks verneukt, jongen. Doe maar een tweede ronde pick erbij dan. Dat is prima. Ik hoef geen rookie. Want we zijn al behoorlijk jong. We hebben meer ervaring nodig. Derrick Rose. Hebben wel eindelijk echt een goede backup voor achter Lonzo, vind ik. Want dat hebben we gewoon een tijdje niet echt gehad, naar mijn mening. En dat had de man nodig. Dus we hebben Derrick Rose daarvoor nu erbij. Is als team toch weer net iets breder. Is wel fijn. We hebben hier nog één Theo. En dat is een small forward, power forward. 74 overall. What the hell. Anders kunnen we hem altijd nog traden, mochten we hem niet willen houden. Lonzo komt terug, Malik Monk komt terug. Prachtig. Siakam is restricted free agent. Dus ik moet gewoon eigenlijk even wachten tot er offers binnenkomen. Ik kan op het moment niet veel doen, dus ik ga gewoon... gewoon doorsimmen, als het ware. Michael Kidd-Gilchrist. Jou laten we even los. Dat doen we zo. Cap hold Austin Rivers laten we ook los. Alleen Pascal Siakam laten we in de cap hold. Heeft hij al offers? Nee. Dat betekent dat ik nu zou gewoon... Nu gaan we een eigen offer er tegenaan gooien. Kijken of we een beetje kunnen fleecen. 20,5 voor
4 jaar. Has declined. Dat is jammer. Dan moet ik hem iets meer bieden. 22 voor 4. Laten we hopen dat dat kan. Als een ander team hem opsnijdt, dan kunnen we gewoon matchen. Dus dat scheelt. Oké, mijn team is compleet voor het laatste seizoen. We hebben Lonzo Ball, Derrick Rose, Victor Oladipo, Malik Monk, LeBron James, Covington, Siakam, Michael Kidd-Gilchrist, Mo Bamba, Bismack Biyombo, Bol. Bol zal wel de wisselcenter gaan worden. Maar ik ben best tevreden met het team. Ik ben benieuwd hoe dit gaat. Lonzo Ball is weer flink verhoogd. Is nu 86 algemeen. Kun je nagaan. En dan krijgen we nog de training camps die erbij komen. Dus dat is wat chill. Daar gaan we nu allereerst eventjes heen. Goed, de laatste training camps in deze rebuild. Ik hoop dat we Lonzo Ball gewoon naar een A-plus potential kunnen krijgen. Dankjewel. Datzelfde geldt voor Siakam. Had ik jou nou wel of niet? Ik weet niet meer. Zijn staat op een A. Is al wel 26. Dus misschien laat ik dat maar voor wat het is. Mobamba heeft wel nodig. Staat op een A min. Bolbol heeft eigenlijk ook nodig. Eerst Bamba. Maar die is nu een A. Dat is nice. Aan de ene kant wil ik misschien toch Siakam proberen. Of Bolbol. Backup centertje Bolbol mag ook wel. Is nu A min. Cool. Hopelijk is dat voldoende. Ik ga dan de rotations klaarzetten en we gaan het laatste seizoen simuleren. Ik ben benieuwd hoe dit gaat. Hoe dit gaat lopen. Of dit team het goed gaat doen. LeBron James zakt maar even naar 34. Covington 24. Derrick Rose op de 24. Kidd-Gilchrist 16. En de reden dat ik dit hier even allemaal verlaag is omdat de starters nog minuten erbij moeten hebben. Dus dat is wel een dingetje. Maar dat komt goed. Allereerst Bamba 30. De starters wil ik sowieso allemaal minimaal altijd 30 hebben. Dan heb ik nog 3 minuten over om te verdelen. Dat is niet heel veel. LeBron is en blijft een beast. Dus dat doen we zo. Oladipo heb sowieso minuten erbij nodig. En ik denk Siakam wel. Voor nu. 1 extra voor Lonzo Ball. Dit is hoe we de line-ups hebben. LeBron James. Victor Oladipo. Is dat nog steeds juist? Dat is nog steeds wel juist. Dat werkt wel. Nou. Dan gaan we het doen hoor. Dan gaan we het doen. Laatste seizoen van de rebuild. Oef. Als we hier kijken wil Victor Oladipo weg. Maar ik wil Victor Oladipo niet in dit laatste seizoen weg. Waarom wil die free agency testen? Waarom wil je niet gaan resignen? Nou ja, we gaan gewoon door. We hebben voor het team gekozen. Om de playoffs te winnen. We doen het niet heel... Kijk, we gaan de playoffs wel halen. Maar we staan 34 om 21. Het is nog niet overtuigend genoeg voor mij. We gaan de 40 wins ook wel halen. Dat wordt niet zo'n probleem. Godzijdank Rose is terug. Want hij was nu even sixth man. Kun je nagaan. Dat is toch triest. Maar goed, Derrick Rose is back. Bam. Oh bro, eind van het seizoen. We hebben de 40 wins gehaald. Het is nog niet helemaal ten einde. Maar natuurlijk gaat er hier dan weer zo'n sleutelspeler neer. Nou ben ik blij dat Rose terug is van blessure. Dus dan kunnen we hem hier neerplanten. Theodosic, die maakt echt meer minuten dan ik had gewild dat hij ging maken ooit in dit seizoen. Maar kan ik vrij weinig blessures? Dan moet ik opvangen. James is al helemaal gaar voordat de playoffs begint. Oh, schande dit. Dit is echt, de Lakers zijn echt moeilijk ofzo. Ik heb er moeite mee om ze goed te rebuilden. Nou, oh tuurlijk, Bolbol nog even een blessure erbij. Maar goed, we hebben de playoffs. Moeten we wel gehaald hebben. We hebben 48 wins, 34 losses. Hebben we hier een speler bij zitten? Nou, absoluut niet. Oh, coach van de Pacers. Hij is 56 wins, de beste man. Nou, hebben we hier iets bij? All-NBA first niet. Misschien in de All-NBA second. En ineens springt hij naar All-Rookie first. Dat bedoel ik. Dit ding is zo lomp soms. Goed, daar is LeBron James in All-NBA second. All-NBA third hebben we niks. All-Defensive first. Hebben we Oladipootje. Dat is wel cool.
En that's it. Oké. Nou, dat was dat. We zijn derde geworden in de Western Conference. En we loten tegen Houston in de eerste ronde. Houston heeft ons toen vorig seizoen volgens mij nog, dat het was, of het seizoen daarvoor de kop gekost. Nu moet het... Oh mijn god. Houston, we have a problem. Ze pakken de eerste. Dit bedoel ik, dat ging ook al in... Wie hebben jullie? James Harden en Chris Paul nog. Vind je het gek? Hoe zijn hun maar zesde seed? Oh mijn god, als dit wordt gesweept, hè? I'm so done. Ik heb dit totaal niet goed kunnen rebuilden. We zijn niet eens verder gekomen in deze hele rebuild dan de tweede ronde. Ik zal nog even doorsimuleren. Ik ben wel benieuwd wie de playoffs winnen. Oh, en we hebben... Lonzo was geblesseerd hier in deze playoff run ook nog. Wat is de Lakers... teamstructuur... LeBron zijn contract zo groot is zo kut. Want die gozer is al 34 en je betaalt hem 40 miljoen per jaar of zo. Oh. Vind het gek dat de Lakers zo'n soortje zijn in het echt. Er zit geen goede infrastructuur in. De LeBron is niet meer een building piece waar je omheen wil bouwen. Hij kan nog wel een part zijn van een championship contender. De Bucks winnen de titel. Giannis, dat is pas een beast. Goed, mijn mission failed. Wil je dit zien met een ander team? Laat het team dan achter in de reacties. En ja, of laat het gewoon weten als je de NBA niet kent, maar je wilt het gewoon zien. Dan kies ik zelf wel een nieuw tweede team. Ja, als je het leuk vond, zou ik zeggen, druk dat duimpje omhoog en laat een like achter. Ik vond het zwaar. Ik vond het was echt moeilijk. Het is me ook gewoon niet gelukt. Gesweept in de laatste playoff. Zonde. Anyway, dit was het voor nu. Wil je van alles op de hoogte blijven qua live gaan of qua andere updates? Volg me dan op social media. Linkjes staan in de beschrijving. Dat zou ik zeer waarderen. Dit was de video voor vandaag. Ik check jullie graag de volgende keer weer. Laters.